Dit is Fons Jurgens, de directeur van de Efteling. Hij doet 7 oktober mee aan de singelloop in Breda. En de trainingslocatie die is op zijn minst bijzonder te noemen. Fons! Gaat het een beetje? Nou, nog niet zo goed. Ik ben net pas begonnen met de voorbereidingen. Maar zeg Fons, ja. Nu ben je aan het trainen voor de singelloop, maar ook voor een goed doel. Make a wish. Dat gaat dus wensen in vervulling gaan voor hartstikke zieke kinderen. Wat heb jij met dat goede doel? Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat kinderen een mooie dag kunnen hebben. En dat ze zich even kunnen verwonderen. Even kunnen ontsnappen uit de dagelijkse realiteit. Ja. En ik denk dat Make a Wish dat fantastisch doet. Goeie. Wow. En dat doen we met een linkje, hè? Hoe zit dat ook weer? Ja, doen we een linkje. Die linkjes hieronder, daar kun je 1 keer op klikken. En dan kun je eenmalig een donatie doen voor ons. Dus wij gaan zweten voor die kids die ziek zijn, die dus een dagje vergetelheid krijgen. Precies. En de mensen thuis moeten even ons even sponsoren. En komen aanmoedigen ook op 7 oktober natuurlijk. Want ik ben nog niet zo goed. Hij heeft het nodig, hoor. Ja, nee, de vorm is nog niet te pakken. Dus ik wil er weer van doorgaan als het goed zit. Even tempo hoog. Kom op, oké. Ja? Kom, hop.